In deze video examen 2022 tijdvak 1, HAVO wiskunde A en we doen vraag 1 en 2. Nou, ik lees het een beetje door. Lucht bevat waterdamp en hoeveel waterdamp er in de lucht zit varieert. Nou, de relatieve luchtvochtigheid dat zit daar weer tussen 0 en 100 procent. En die luchtvochtigheid die kun je meten met een psychrometer. En dat is dan weer een apparaatje met twee thermometers... De ene thermometer is een gewone thermometer en die meet de luchttemperatuur. En de andere is, die heeft een natte kous om het vloeistofreservoir. We gaan naar de volgende bladzijde. Nou, als je die psychrometer ronddraait, dan verdampt het water uit de natte kous. Daardoor koelt de kous af en zal de thermometer met de natte kous een lagere temperatuur aangeven dan de luchttemperatuur. En we noemen die temperatuur de natte temperatuur. Dus we weten nu wat de natte temperatuur is. Met de luchttemperatuur en het verschil tussen de luchttemperatuur en de natte temperatuur kun je de luchtvochtigheid bepalen. Dat is handig. En dan moet je gebruiken de tabel op de uitwerkbijlagen. Ja, en die gaan we er zometeen bij pakken. Nou heb je dus AMET en die gebruikt op een bepaald moment een psychrometer. En de luchttemperatuur is volgens de gewone temperatuur 22 graden Celsius. En de natte temperatuur is 17 graden Celsius. En we pakken die uitwerkbijlagen er even bij. En we zien daar staan het temperatuurverschil tussen de twee thermometers. En die kunnen we breken. En dat is dan weer 22 min 17. En we hebben hier staan de luchttemperatuur. En zometeen wordt het een beetje duidelijk. En ik ga een beetje naar beneden scrollen, hè, want we moeten die, die 22 graden Celsius die moeten we even opzoeken. Want dat is de luchttemperatuur. Kijk. En dat doen we als volgt. Ja. Nou, zoals ik zei, we hebben nodig dat verschil. Nou, dat gaan we even berekenen. Dat hoeft natuurlijk niet, maar dat is 5. En ik zet hier even een cirkeltje omheen. Nou, we hebben ook nodig die luchttemperatuur van 22 graden Celsius. Die staat daar. En ik trek twee lijnen en ik lees af 59 procent. Maar het is op zich wel eventjes handig dat je ook even opschrijft wat je hebt gedaan. Dat doe ik. Zoals je ziet, en ik trek de conclusie. Maar heb je nou dit niet opgeschreven, geen nood, dan heb je natuurlijk, tenminste, dat hoop ik voor jou, dat je je uitwerkbijlage hebt gebruikt en dat je hebt laten zien wat je hebt gedaan om daar op te komen voor alle punten. We gaan naar vraag 2. Op een bepaalde dag daalde de luchttemperatuur van 31,5 naar 15. Maar de luchtvochtigheid bleef gelijk. Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlagen. Dus die gaan we er even bij pakken. Hoeveel de natte temperatuur die dag daalde. Oké, okay, dus we moeten, iets, uh, we moeten aan de slag met de natte temperatuur uiteindelijk. Maar laten we eerst even opzoeken. Want ik zie horizontaal staan de luchttemperatuur. En we hebben 15 en 31,5. Dus ik trek eventjes twee verticale lijnen. Ik zoek natuurlijk ook op die 60%. Even kijken, ja daar staat die. Horizontale lijn. En ik lees af een verschil van. Even goed kijken. Ja, 6. En ik lees af een verschil van 4. Nou, nou dat ga ik even opschrijven. Dus aflezen bij 60% en 31,5 graden Celsius, dan heb je een verschil. Van 6 graden Celsius en ik doe dat ook bij die 15 graden. Nou, dan heb je nu twee punten verdiend. Dan gaan we nu berekenen de natte temperaturen. Dus dat is die 31,5 min 6 en 15 min 4. Nou, we hebben hier drie punten staan. Het enige wat we nog moeten doen is berekenen de daling in natte temperatuur. Hij gaat van 25,5 naar 11. Dus dat is een verschil van 14,5. Einde video. Tot de volgende keer.